Hoi, welkom bij een nieuwe video. Super leuk dat je kijkt. Ik ben Roos en vandaag gaan we iets mega leuks doen. Ik ga namelijk van leven wisselen met een echte fit girl genaamd Amber. We hebben samen contact gehad. Gisteren is zij in het leven van een danser geweest. Dus ik zal zo eventjes kijken of we wanneer we de video's online zetten of we dat tegelijk doen. Want dan kunnen jullie zeker die ook gaan kijken. En vandaag ben ik dus in het leven van een fit girl. Ik ga naar de sportschool. Nou, ik ben echt nog nooit in de sportschool geweest. Dus dat wordt echt mega hilarisch. Ik denk dat ik het voor geen meter kan. En ik ga al die mooie dingen die je altijd op Instagram voorbij ziet komen, waar ik echt geen geduld voor heb om mijn eten zo mooi te maken. Als het maar goedkoop is, lekker is en meestal gezond. Ik heb net havermout gemaakt, precies op haar recept. En ik ben al helemaal trots op hoe mooi het is geworden met banaan en pindakaas. Dus we gaan zeker een taste test doen. En like deze video. Oh, het is echt lekker warm. Like deze video nou leuk. Geef dan zeker een duimpje omhoog. En laten we snel gaan proeven. Ik heb nog nooit havermout op. Dus dit wordt echt een mega leuke dag met allemaal nieuwe dingen. Oké, daar gaan we. Nog één keer mijn mooie meesterwerk bekijken. Wauw. Ik heb het trouwens met sojamelk gemaakt en dat is echt super lekker zoet. Maar het is wel echt heel lekker. Oké, ik zie jullie zo als ik bij Amber ben. Hallo. Hoi, ik ben bij Amber. Ze heeft echt een heel mooi vlekje, dat wist ik helemaal niet. Als je, zeg maar, we kennen elkaar via YouTube, dus dat is echt heel anders als je dan... Dat was ik ook bij jouw camera. Ja, ik vind het weer zo, wow. Ja, dat is echt leuk. Want je volgt elkaar natuurlijk wel, maar het is toch, ja, het is heel anders. Wij gaan, wat gaan we maken? We gaan pannenkoeken maken. Het zijn mijn apple pie wentelteefje achter de pannenkoeken. Dus ik hou van het. Ja, goeie. Het is echt lekker. Het is, ja, ik vind dat het de structuur heeft van wentelteefjes, maar dan ja, in pannenkoekjesvorm, zeg maar. En ja, top. Ja, ik ben echt een keer per ongeluk achtergekomen. Ik was gewoon wat dingen aan het doen en ik vind ze echt zo lekker. Dus je moet het proeven. Nou, wat zit erin, Amber? Wat zit erin? Vertel. Geen idee. Appel. Normaal gewoon één per persoon, maar ja, ik ga nou gewoon alles keer twee doen. Havermout. Again. Ik eet echt heel veel havermout. Eiwitpoeder. Hoeft er niet per se in, maar ja, fit girl, dus ja, moet. Bakpoeder zit erin. Kaneel. Ja. Ja, daardoor gaat het zeg maar rijzen, want het is helemaal fluffy. Ja. En ik doe altijd zo, zeg maar zo, maar meer niet van zout. Gewoon dan, zeg maar, als je zout ergens in doet, dan komt de smaak van de rest iets meer. Oké, amandelmelk en eieren. En ik zou niet de hele doos erin doen, maar ik doe er één hele en één eiwit per persoon. Oh ja, oké. Amber is ook verslaafd aan eiwit. Gisteren was ze dus bij mij. Overal zegt ze, nee ja, ik zou dit ook maken, maar ik zou er eiwitpoeder in doen. Ja. Dus nou ja, ik heb dat nog nooit gehad, dus vandaag ga ik ook eiwitpoeder. Ja, dat vind ik wel grappig. Je hebt gewoon nog nooit eiwitpoeder gehad. Nee. Weet je hoe het smaakt of hoe het ruikt? Of... Nee. Ruikt het al raar dan? Nou, ik vind dit het lekkerste grote die ik ken. Oeh, heel zoet. Huh? Dit ruikt naar vanillesuiker. Nou, lekker. Oké, wij gaan dit maken en dan kom ik zo bij jullie terug. Oh mijn god, ik heb nog nooit zoiets lekkers gezien. Kijk nou, dit lijkt toch alsof je in een 10 sterren restaurant bent. 10 sterren bestaat niet eens. Echt heel lekker. Zo nice. Leuk. Oké, taste test. Je moet van alles wat. Oké. Oh, ze zijn ook zo fluffy. Ja, ze zijn echt super zacht. Oké. Heel klein hapje. Het is zo lekker zacht, je hoeft bijna niet te kauwen. Dus ja, dat is wat ik zeg, daarom een beetje wentelteefje-achtig, ja, snap je? Heel lekker zeg. Nou, lekker. Smakelijk. Nou, we zijn hier net naartoe gewandeld, ongeveer 20 minuten gedaan, dus we hebben eigenlijk al wel een beetje een warming-up gehad. Maar voor het idee gaan we toch nog eventjes deze pakken. Dit is de cross trainer. Hierbij ga je eigenlijk gewoon zo. Eigenlijk rennen op zijn plek. Ja. En op die manier kunnen we gewoon de spieren maken. Ja, die ken ik. Maken. Ja. En dan gaan we daarna even stretchen en dan kunnen we gaan. Oké, helemaal goed. Ik weet niet hoe dit werkt hoor. Gaat hij vanzelf aan? Ja. Oh, het telt zelfs je calorieën. Ja. Oh, en je hartslag? Hoe kan dat? Als je hem hier hebt, dan rekent hij je hartslag met die metalen dingen. Wat leuk. Hoe hard is jouw hartslag? Ik moet mij zelf 100. 154. Oh, ik moet mij 112. Nou, we gaan beginnen met de squat. Dat is eigenlijk
eigenlijk de meest gebruikte oefening ongeveer die er is voor je benen. Heel veel mensen denken dat je daarmee vooral je kont traint, maar dat is niet waar. Je traint alles mee. Vooral je quads pak je heel erg mee, maar ook je kontspieren. We gaan ook nog hip thrusten straks, daarmee train je echt volledig kont. Oh, spannend. Dus echt leuk. Dat zie ik ook altijd op internet. Ja, daarom. Oké, nice. Dit is eigenlijk de basisoefening. Wat je doet, dus nog even zonder gewicht, want warme lucht zit, zeg maar. Je zorgt ervoor dat je ongeveer schouderbreedte uit elkaar staat. En dan ga je naar beneden zakken. En je zorgt ervoor dat je knieën niet voorbij je tenen komen. Yeah. En je kont goed naar achteren, alsof het op een wc komt. Ja, 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 ja. Echt helemaal naar achteren. En daarbij hou je ook goed je knieën naar buiten, dus niet dit gaan doen. Ja. Goed naar buiten houden en dan ga je omhoog staan. Ja, helemaal goed. Het is belangrijk dat je constant heel je armen en je rug alles aanspant. Ja. Oh god. You got this. Kunt je benen nog iets dichter bij elkaar? Yes. Netjes. Oké, daar gaan we weer. Eentje zwaarder. We kunnen nog iets dieper. Nee, dat kan ik niet. Weet je waar ik bang voor ben? Dat ik naar beneden ga en dat ik hem dan niet meer omhoog krijg, dat ik daar vast zit. Daarvoor zijn deze dingen. Kun je hem opleggen? En dan moet ik hem naar achter gooien. Nee, je kunt gewoon. Dan kijk. Ik moet mijn hoofd doen. Kijk, gewoon zo. En dan laat je hem hier liggen. Oh ja. Dan kun je zelf van de onderkant. Ja, ik zit, ben helemaal bang van, oh mijn god, ik kan nu dieper, ik kom niet meer omhoog. Dus. Oké, okay, nou nu wil nog een keer revanche. Ja, en dan omhoog. Ja, het regent echt heel hard, dus moeten jullie maar negeren. Ze stond erop los, maar het maakt niet uit. We gaan sumo deadliften doen. Wat je doet is ongeveer zo weer uit elkaar staan. En je zorgt ervoor dat je knieën niet voorbij je tenen komen. Dus als je zo naar achteren gaat, dit moet je niet dit gaan doen. Ja, oké. Okay. Je houdt heel de tijd die stang tegen je benen aan. En je handen ongeveer zo ver. Oh, je houdt hem tegen je benen aan. Ja, oké. Okay. Je kunt dit kiezen. Ja. En dan zorgen dat je rug goed naar achteren is. En je gaat als het ware gewoon omhoog. Ja, oké. Okay. Goed zo. Nou, first try. Oké, okay, drie. Oké. Okay. Handen moeten dicht bij elkaar, of niet? Zo is ook prima. Oké. Okay. Yes. Heel netjes. Kijk jongens, wat Amber voor tryhard. Hoeveel hier aan zit vergeleken met mij. Dat is echt absurd. Heerlijk, een live presentator van mij. Hoe dan? Oké, okay, next one. Nice. Let's hop on the game train. Okay, we gaan door. Ja? Ja? Wil je gelijk of wil je pauze? Nee, gelijk. Oké, okay, doe maar. Ik had net 41. Jij had 41? Ja. Ik weet niet of ik dat kan hoor. Oh, dan moet ik mijn voeten eruit halen. Ja. Mentale voorbereiding. Altijd. Hoor het kraken. Naar buiten, ongeveer 45 graden. Als we hem hier zo hebben, dan pak je meer je bovenbenen. Maar we willen kontje kijken. De kont, uiteraard. Ja. Je doet deze zo. Weg. En dan laat je hem naar mij toe komen. En terug. Ja. En dat doen we dan ongeveer. En hoeveel kilo heb jij nu? Dit is nu 120. Oké, oké, oké. Ja? Dus op de info weer, als ik een soort van moet squatten, dan vind ik het een soort van... Ja, maar dit is veiliger. Vind je het veiliger? Oké. Okay. Ik vind het zo spannend. Yes. Je kunt het, er kan niks gebeuren. Oké, okay, behalve mijn knieën overstrekken. Ja. Yes. You got this. Oké, okay, besef dat ik hoeveel kilo ga ik wegduwen? Even kijken, dit is 160 kilo. Oké, okay, 160 kilo, kom op benen. Oké. Okay. Snel.
Yes. Puur omdat ik een soort van iets in mijn hoofd heb dat ik het per se goed wil doen, ga ik even ook doen wat anderen doen. Waarschijnlijk had ik het hoofd niet 10 vol, maar weet je, ik doe het altijd. Ja, dat is 200 kilo. 200 kilo? Ja! Maar nu vanzelf zo. Eens moet terug, toch? Ja. Oké. Yes. Holy fuck. Oké, 3. Yes. Oké. Netjes meid. Deze meid is helemaal niet goed. Ze is gewoon 240 kilo even omhoog aan het halen. 10 keer, hè? Ze is nu bij 7 of zo. Is 10 al? Oh, ze is 10 al! Stop! Oh my god! Holy fuck! Hoe is het mogelijk? Zo goed! Oké. Kijk, nee, ik ga niet lukken. Nee? Nee, dat gaat me niet. Oké, we zijn ondertussen weer thuis en we zijn helemaal nat geregend onderweg. Maar we hebben nu een soort van proteïne. Is het met proteïne? Of wat voor tiramisu? Het is een high protein tiramisu. Oh, ja. Dus eiwitrijk en gewoon helemaal gezond. Dus het is een gezond tussendoortje. Ja, dus als je dit receptje wil en het lijkt je nou leuk, dan moet je eventjes naar de Insta. Die staat hieronder gelinkt. Oké. Heb ik nu een beetje. Oh ja. You like it? Überhaupt die optimaal koffie is wel echt gewoon heerlijk. Ik stik. Nee, sorry. Oh ja, ik zie de koffie ook een beetje. Oh, heel lekker. Yay. En dat voor iemand die niet van koffie houdt. Ja, het is tijd voor avondeten en wij gaan een soort van gezonde pizza maken. Je hebt dit allemaal nodig, maar je kan natuurlijk zelf ook een beetje beslissen wat je erop doet. Met meer granen, tortilla wraps en dan 12 minuutjes in de magnetron. Oven? Oven. Oven, in de oven. 200 graden. 200 graden. Dus die gaan we even lekker bedekken als een soort van decorate your own pizza. En dan gaan we die in de oven gooien. Lekker. Oh my god. Zo pizza. Lekker. Oh, sorry. En dit is die van Amber. Oh, dat is echt heel lekker zeg. Wat grappig dat die onderkant helemaal hard is geworden. Ja, klopt. Heel goed gezien. Oh, echt heel lekker zeg. Bam, bam, bam. Heerlijk. Ik twijfel altijd of ik het nou in driehoekjes ga doen of gewoon stukjes ga doen. Oh ja, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit nou. Maar eet jij het met je handen of eet jij het met z'n vork? Ik varieer een beetje. Ligt eraan hoe erg die uit elkaar valt, zeg maar. Zeg maar, normale pizza eet ik gewoon met de handen. Met ja, deze. Precies. Je hebt ook mensen die dat met z'n vork eten. Klopt, ik ken mensen die gewoon vakjes eruit snijden. Ja. Laat even weten in de comments wat jij doet. Doe jij een pizza wel gewoon zo eten of doe jij hem ook in stukjes snijden? En dan, een vriend van mij die pakt hem als een koekje en eet hem gewoon zo. Echt? Ja, die spoort echt niet. Ik ken ook mensen die hem soort van in vierkanten snijden. Daar ben ik echt niet tegen. Helemaal artistisch van. En als je de mensen thuis nou een tip zou kunnen geven qua eten. Dus heb je dan zoiets wat je zo gelijk denkt van dat is dat de magische tip om gezonder te doen of iets in die richting? Denk gewoon alles met mate. Zeg maar, heel veel mensen die maken de fout door heel erg alles als een dieet te zien. En dan vervolgens gewoon niet meer de dingen te eten die ze lekker vinden. En dan gaan ze daarna vervolgens bingen omdat ze dan eindelijk een cheat day hebben, snap je? Maar je kunt beter gewoon alles wat je lekker vindt blijven eten, maar in kleinere hoeveelheden. Ja. Want dan, het is geen dieet, weet je wel. Het is gewoon een leefstijl. Ja, precies. Dus dat eigenlijk meer. Niet heel het crash diëten doen, maar gewoon echt je leefstijl omgooien. En bepaalde gezonde veranderingen maken, zeg maar. Ja, want jij bent wel heel erg afgevallen toch in de afgelopen tijd? Ja, ik ben nou 15 kilo kwijt. Ja, precies. Door gewoon eten te maken wat je wel lekker vindt. Ja, dus dat is echt een levensstijl inderdaad. Maar hoe vond je het vandaag, sporten? Ja, ik moet zeggen, ik was dus nog nooit in de sportschool geweest, dus ik had best wel hele hoge verwachtingen. Ik dacht echt, weet je wel, dit is heel leuk, dus dat valt op zich mee. Het is gewoon een beetje normaal of zo. Ja. En ik merkte wel dat ik buiten de op, zeg maar, als je, ik weet niet hoe het heet, maar met die gewicht op mijn rug. Squats.
vond ik minder leuk. Ik vond die machines wel echt heel leuk. En dat ik echt de drang voelde om het gelijk heel goed te doen. Ja. Maar de andere was ik heel bang dat ik het verkeerd deed. Dat mijn houding bijvoorbeeld fout was of iets. Ja, dus je bent wel zelfverzekerder als het een machine is. Ja. Ik vond het wel heel leuk om te zien dat ik het bijvoorbeeld een keertje daarna een hoger kon pakken of zo. Ja. Maar ik weet niet of het mijn manier is. Denk je hebt echt al zware gewichten gedaan. Ja, best wel, hè? Ja. Had ik niet verwacht. Ja. Met dans doe je natuurlijk hele andere spieren. Ja. Maar dat valt dus eigenlijk best wel mee. We hebben natuurlijk vooral benen gedaan. Dus. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Hm. Ja, was echt heel leuk. Leerzaam ook. Ja. Tijd voor een hele top. Dit is dus vergeleken met Ben & Jerry's. Daar zit dus 1200 calorieën in ongeveer. Mm. En hier zit dus voor de hele doos, hoe noem je dit? 360 calorieën. Hoe dan? Dat is echt goed, man. Alleen het is heel duur, dus ik heb dit nog nooit gehad. Maar ja, weet je, als dit lekker is. Oh, ook high in protein. Je moet proeven. Oké. Okay. Hoe kan dit nou? Het smaakt precies hetzelfde. Mm-hmm. Daarom. Oh. Snap je waarom ik elke dag dit eet? Oké, het is elke dag ijs. Mama, dit had ik niet verwacht. Nee? Nee. Ik dacht wel, nee. Ja, dit is mijn guilty pleasure. Oh, wat is deze smaak ook lekker. Mm-hmm. En dan was dat de dag alweer. Het ging echt mega snel, maar het was echt zo leuk. Ik heb zoveel geleerd. De sportschool was echt mega leuk. En ik had dus allemaal leuke receptjes gekregen die ik allemaal heel erg lekker vond. Dus ik denk dat ik het zeker nog een paar keer ga proberen. Wil je nou ook leuke receptjes? Ga dan eventjes naar Amber haar Insta. Die zal ik hier dus onder dus linken. En haar YouTube kanaal. Precies wanneer deze video online komt. Dus dat is donderdag om 1 uur. Komt die van haar ook online. Dus ga gelijk door naar die van haar. Want die is ook mega leuk geworden. Ik leerde er dansen. We hebben pirouetjes en piquetjes en alles gedraaid. En techniek. En een hele leuke dans aangeleerd. Die is echt mega grappig geworden. Dus die moet je ook zeker gaan checken. En dan zou ik het super leuk vinden als je bij deze video ook een duimpje omhoog doet. En ik hoop dat ik je volgende week weer zie. Om donderdag om 1 uur post ik een filmpje. Thanks voor het kijken. Doei doei.